Een droomaffiche in de achtste finales van de KNVB-beker bij de vrouwen. Twente, de koploper van de Azerion Vrouwen Eredivisie. Tegen de nummer 2. En dat zijn de dames van Ajax. Ajax, eerst kwartier iets beter, zonder echt grote kansen te krijgen. En daarna neemt Twente iets meer het heft in handen. Fenna Kolma, een makkelijke bal voor doelvrouw Lize Kop. Het eerste gevaar van Twente op een zonnig sportcampus. Diekman met wel een venijnig en snijdend koud windje. Dan Ajax. Dat is 6 punten achter Twente staat in de competitie. Twente ongenaakbaar daar. Maar ja, vandaag gaat het om 1 wedstrijd. Een schot van Sabayo. En ook de eerste redding van Daphne van Domselaar. Wat dat betreft een interessante ontmoeting. De twee beste keepsters van Nederland onder de lat. En zo zijn er wel meer concurrentiestrijdjes gaande. Als je kijkt met een blik richting Oranje. Opnieuw Ajax. Bal valt gelukkig voor de voeten van uiteindelijk Romee Leuchter. Hij schiet hoog over. Er had toch meer in gezeten voor Ajax. Ploegen stonden dit seizoen al 2 keer tegenover elkaar. En 2 keer was FC Twente te sterk. Het was zo in de Supercup. En ook in de competitie hier in Enschede. Volgende kans voor Twente. Uitstekende redding van Lize Kop. Renate Jansen met de kans. De grootste kans tot dan toe in de eerste helft. Sowieso Renate Jansen in de eerste helft. De meest gevaarlijke speelster bij Twente. Maar Lize Kop heeft dus tot nu toe elke keer het antwoord. Opnieuw Twente met Dont in duel met Weerden. Dont dreigt. En uiteindelijk de voorzet van Giessen. En dat is een hensbal. Je ziet ook Wendy Gijsbers, de scheidsrechter van vandaag. Geel voor de onfortuinlijke Sabayo. Die handen zijn veel te hoog. Ze staat in de 16 en dus terecht de strafschop. Fenna Kolma mist. En de rebound niet besteed aan Renate Jansen. En zo is Lize Kop een echte sta in de weg voor de dames van Twente. Fenna Kolma, topscorer met 26 doelpunten in de vrouwencompetitie. Kan dus missen, blijkt zomaar een spits, een mens van vlees en bloed. Kolma probeert het dan van ver op de dak van het doel bij Lize Kop. Komt wat venijn in bij Kolma. Ze zat ook bij Oranje. Loert natuurlijk op de vacature in de spits van Vivianne Minima. En deze is wel raak. Bij Oranje lukte het niet. Ze kreeg 75 minuten speeltijd. En nu zit hij er wel in. Uitstekende lange bal van Dijkstra. De verdediging van Ajax staat enigszins te slapen. En waar ze de strafschop mist, hoef je deze kans dus niet aan Kolma te laten. 1-0 voor Twente. Verdiende voorsprong. Renate Jansen kan de bal binnenhouden. Kolma, een gevaarlijk duo vandaag. Opnieuw Jansen. Jansen, verre hoek. Jansen, die zit erin. Dan is het 2-0 voor Twente. Komen uitstekend uit de kleedkamer in die tweede helft. Jansen kijkt, zoekt de verre hoek. En Kop komt lengte en sprongkracht tekort. Maar die bal valt heerlijk binnen. 2-0. En dan wordt het een monsterklus voor Ajax. Twente kreeg in de hele competitie pas 2 doelpunten tegen. Precies het aantal goals dat Ajax nu nodig heeft om een verlenging af te dwingen. Ga er maar aan staan. Opnieuw Twente. En het schot van Ginkel ruim naast. Dan heeft Ajax nog ruim 25 minuten om wat aan die achterstand te doen. Hoekschop van Spitsen op het hoofd van Roos van der Veen. Die staat koud in het veld. En u hoort het, via haar hoofd en dus een hoekschop. Daaruit geen gevaar. Ajax loert op de aansluitingstreffer en geeft daarmee veel ruimte weg. Dat moet je niet doen met Kolma, die legt hem breed. Wieke Kaptein op de lat. Kolma in de rebound en die bal gaat over. Daar verzuimt Twente om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Helemaal niet zoveel misgedaan door Dijkstra, maar de lat voorkomt de 3-0. En dat zul je altijd zien aan de andere kant. 1 minuut later, daar is ze weer. Roos van der Veen. En dan is het dus wel 2-1. En dan gaan we nog een hectische slotfase tegemoet. Een stekende voorzet. Goed naar de eerste paal gekomen. Een echte spitse goal van die nummer 3 van Ajax.
Vijf minuten blessuretijd. Maar het is Twente dat de ruimte krijgt. En dus de kans om die voorsprong uit te breiden. Bente Jansen in de ploeg gekomen. Stuit op kop. Maar het is het laatste gevaar van de wedstrijd. Twente wint en gaat naar de kwartfinale van de KNVB-beker.